een beetje Dalsenaar, die kent hem wel. Die kleine ijskiosk bij de Blauwe Bogenbrug. Nou, die is al een aantal jaar weg. Toen kwam er een ijssalon, vastgeplakt als het ware aan de Zeven Deugden. En daar staat Ribs en Burgers. Maar nu, ja Marco, een nieuw initiatief, een nieuwe uitdaging en dat in deze tijden. Ja, klopt. Ja, nou ja, we werden natuurlijk weer door corona dichtgegooid. En we liepen al langer te brainstormen om eigenlijk iets anders met de ruimte te gaan doen. En aangezien de ijs echt elk jaar verhoogt en verbetert en meer omzet genereert. En hadden we zoiets van, ja, we zien een hele mooie ijssalon. Eigenlijk iets unieks in deze omgeving. Ja. Hoe kaart hier wat aan bij lokale ondernemers en wat gebeurde er toen? Heel eerlijk, het initiatief kwam eigenlijk pas half januari dat we er eigenlijk over hadden. En gelijk lokale ondernemers benaderd van kan er een vloer op hele korte termijn gelegd worden en geëgaliseerd worden? Kan er een bar gemaakt worden? Kan er alles met van behang tot van de schuifpui tot het ontwerp met architect? Alles hebben we eigenlijk iedereen stond daar gelijk positief tegenover. En eigenlijk in een maand tijd stond iedereen klaar. En dat vind ik wel, dat tekent het dorp. Ja, dus dat vind ik wel mooi. Sasje de Vries, wat is het hier veranderd? Jazeker, we hebben hard gewerkt. En Ribs en Burgers zijn mee gestopt. En we hebben daar een hele ijssalon van gemaakt. Met de mensen kunnen gewoon binnen ook zitten. Een heleboel tafeltjes. En als het wat kouder is of als het een beetje miesert, kunnen mensen gewoon lekker binnen zitten. De ijssalon van Dalsen, met andere woorden, ja, concurrentie niet te vrezen, hè? Nee, zeker niet. Nee, dit is gewoon de place to be. Ja. Dan hier kan je ook nog aardig wat andere dingen doen, want jullie hebben heerlijk softijs. Ja, klopt. We hebben heerlijk softijs. We hebben schepijs. We hebben ons assortiment heel erg uitgebreid. We hadden eerst 16 smaken. En ambachtelijk Italiaans schepijs. En we hebben nu 30 smaken. Dus dat wordt keuzestress. En zijn jullie nou de hele week geopend, Sasha? Ja, klopt. We zijn alle dagen geopend vanaf 11 uur. En sluitingstijd is een beetje onder voorbehoud. Sowieso minimaal tot 8 uur. En hoe mooier het weer, hoe langer we open zijn. Dus, geen eindtijd dus? Nee, niet echt. Nee.